En toen in één kwam alleen maar water. Meer politie, schat. En water. We kappen de vlog even af. Oké, politie, doei. Doei. Oh, beter doen ze snel.
Jongens, come on. Oh, kijk, daar komt hij aan. Beter. Baby in action. Telefoon heeft. Wat zeiden ze? Agenten. Thanks. Ze stonden ook een beetje aan te kijken van ja, wat? Zijn we van een drieling? Are you kidding me? Ik begrijp hun ook wel. Ze houden je aan omdat je gewoon met een noodgang voorbij gereden komt. En geen idee. Hij zei, heel de naam, wat ben je allemaal dom, man? Zei die dat? Ja. Ja, vlies is echt gebroken. Ze is zwanger van een drieling. We moeten echt naar het ziekenhuis in Hoogtempo. Hij zegt oké, maar hou je hoofd erbij, man. Doe voorzichtig in de bepaalde kom. Dit was echt een toffe agent. En een toffe agenten. Nee. Ik moest nog een sprintje trekken, hoor. Ze zetten hun auto even 50 meter verderop stil. Ja, dan heb je pas dat ze nog niet eraf zijn gegaan. Maar goed, ga jij veilig rijden, schat? YOLO! Oh, ik mag nu schreeuwen in het ziekenhuis. Kijk eens wat ik voor me heb. Oh. Als ik die niet knop. Ja, ik loop al snel. Ik ben al snel aan het lopen. Hier naar rechts. Yo, het is hier bloedheet, man. Maar de tas die zit nu in de verloskamer. Ik ook trouwens, daar ben ik nu. En ik probeer zoveel mogelijk te filmen waar de verloskundigen niet op staan. Dus als de kamer vrij is, dan doen we even een rondje in de tas. Ga je douchen? Mag ik wel. De tas gaat douchen. De tas heeft het zwaar. Ja, Joes, alleen. De tas staat aan het bed nu. Je doet het goed, schat. Pikkel. Ze zijn niet zo'n erge fan van om te filmen hier. Dus we filmen een beetje wanneer de verloskundigen en zo uit de kamer zijn. Maar het is nu 5:45. We zijn om 4:00 ongeveer zijn we uit bed gegaan. Ziekenhuis gebeld. Die hadden ons verzocht dat we in hoog tempo eigenlijk naar het ziekenhuis moesten rijden. En nog aangehouden onderweg, zoals je net gezien hebt. En Natas gaat even douchen. Ze heeft 6 centimeter ontsluiting heeft ze nu. We hebben de fotograaf gebeld. Mijn zwager weet het. Mijn vader reageert nog niet. Haar moeder weet het. En dan kijken we zometeen wel. We hebben 3 baby's. We hebben 3 baby's. Ik ben net lekker gedoucht. Je bent net mama geworden. Ik ben de mama geworden. Ja. En ik ben ook papa geworden. Van hele mooie kindjes. Ja, het zag er goed uit. En het ging goed. Natas heeft het echt super goed gedaan. Gewoon in 4,5 uur tijd heeft het in totaal geduurd. Binnen een uur zijn ze alle 3 eruit gekomen. Natuurlijke bevalling. Ja. Geen verdoving. Geen pijnstilling, nee. Dus, alle clichés zijn waar. Dat je gewoon daarna, op dat moment heb je misschien pijn, maar daarna, het is gewoon echt vergeten. Je hebt het echt zo goed gedaan, schat.
En we hadden echt een super goede fotograaf bij ons die alles heeft gefotografeerd tussen de verpleegsters door en zo. Dus ja, er zijn echt topfoto's zijn er gemaakt. Die zien we natuurlijk later pas, dat weten we nu nog niet. En dan gaan we zo naar ze toe. Ja, want de kindjes werden wel, ze werden eventjes op mijn bord gelegd. Dat ik ze eventjes kon ruiken, even kon knuffelen, even kon kussen. En toen moesten ze naar de afdeling. Ja, dus Natas gaat zich nu wel verder nog eventjes aankleden en zo. Dan gaan wij ons klaarmaken om er naartoe te gaan. Jullie kunnen ondertussen eventjes kijken naar de beelden van de bevalling. Want ik heb het gefilmd. Wel een beetje bloed in beeld. Dus als je niet een sterke maag hebt. Of aan het eten bent. Of iets anders aan het doen bent wat niet gepaard gaat met kijken naar een bevalling. Ga dan niet verder kijken of stop met wat je aan het doen bent of weet ik veel. Yeah. Haal je ouders erbij. En, want dit is wel een beetje niet geschikt voor onder de 18 jaar. Nou, onder de 18 kan wel. 17, 16 misschien nog. Maar goed, als je in ieder geval gewoon een slappe maag hebt, kijk dan niet. We hebben de beelden een beetje netjes proberen te houden, maar er zit wel wat bloed bij. Ja, maar dat is logisch met een bevalling. Ja. Dus. Yay, wij gaan de kindjes. Wij gaan ons klaarmaken. Kijken jullie eventjes daarna en dan zijn we zo terug. Dan hopen we eigenlijk een stukje van de baby's te kunnen filmen. En, ja, ik wil ook een foto. Daar kan ik de hele tijd naar ze kijken. Ik heb een foto. Dus. En heb je niet eens naar me toe gestuurd? Nee. Tik, later. Kijk, daar komt het kopje, zie je? Dat niet een avocado, maar een beetje een witte. Ja, avocado. Oh ja. Witte met die smier erop. Oh ja. Ja? Ja. Nee, hè? Wees ook weg, jongens. Ja, zet hem maar op. Zet hem maar op. Zet hem maar op. Doe maar. Hou vol, blaas uit, duw op lucht en alles wat je hebt, hè. Kom op. Laat de wee goed opkomen. Ja, want we hebben de wee nodig. Laat de wee goed opkomen. Als ze nou er bijna is, dan ga ik tegen je zeggen dat je moet zuchten. Ja? Ja. Dan ga ik hetzelfde doen en ze benaderen. Oké, dan gaan we zorgen dat ze rustig geboren wordt. Een beetje zoet. Misschien zult voelen is dat ze ineens veel verder komt. Daar staat ook iets spanning. En dan moeten we zorgen dat ze rustig geboren wordt de volgende week. Ik schrijf het gewoon even op, ja? Ja. Goed zo. Goed zo. Hou vol. Duw door. Duw maar door. Heel goed. Blaas uit. Alles wat je hebt. Duw maar door. En zucht maar. Komt ze. Zuchten. Ah, hi. Kijk eens. Even netjes schrijven. Even doeken. Het is. Ik had de tijd bijhouden. 18. Dat is een lange naam. Hallo, Lizzie. Welkom. Hallo. Ik ben nog blijven persen. Dat is ook leuk.
9:15. Moet ik loslaten? Ga maar een beetje vast. Ik zal even naar beneden komen. Kun je nog een mee? Naar beneden. Over bent? Ja, zeker, kom maar. Doe maar. Doe maar naar beneden. Doe maar, 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 doe maar. Kom op, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar. En doe het. Doe maar door, 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 doe maar door. Ja, dank je, Laura. Doe maar, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar. Goed zo. Oefen op lucht. Heb je nog een week niet? Doe maar, goed zo. Doe maar door, 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 heel goed. Doe maar, doe maar, doe maar nog één keer, kom op. En doe maar, kom, doe er maar het hoekje, doe er maar het hoekje, doe door, 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 doe maar, 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 doe maar. Blaas uit. Terug maar even. Wacht op de volgende week, we hebben goede vertaling. Ik moet er nu wat branden, hè? Ja. Ah, oh, je moet het. Ja? Doe maar. Doe maar, doe maar, doe maar. Doe maar, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar. En zucht maar. Wacht even op de volgende week. Dit is gemeen, want hij doet zeer. Zijn hoofdje gaat niet meer terug. Wacht even op de wee, want dan hebben we meer uitdrijvende kracht. Oké, okay. Kind, ja, ja. Dochter 2 heeft een goede fetale conditie. Dochter, zoon 3. Hebben we daar een goede registratie van? Ja, dat is. Laat me even staan dat deze ook wat groter is dan dat. Oh, sorry. Ja, oké. Okay. Doe maar. Doe maar, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar. En zuchten. Oké. Okay. Ja, die twee over het water. Ja, dat is klaar. Hallo. Hallo. Oh, je hebt. Dus dit is kind 3. Kom, eventjes afnapelen. Dit is kind 3. Zo, daar ben je. Zo. Jee, boer. Ik ga knippen. Kan ik dat vanuit zo doen? Ja, dat kan ik vanuit zo doen. Kan je alles tegelijk doen? Oké, ja. Nee, geef niet, ja. Oké. Willen we het mutje van kind 2 of kind 3? Doe maar.
Zucht maar. Goed zo. Pootjes erdoor. Baby is er. Kan je pelden? Wat lucht en nu even duwen? Goed zo. Ja, hallo, meisje. Toch wel. Hallo. Ja, graag. Wauw, wat ben je een stoere dame. Je lijkt je gewoon je broer voor gaan. Niet meer navelstreng dan dit. Oké. We gaan hem knippen. Kom aan, dat is ja, ben je dan? Is het een meisje? Of is het een meisje? Heel beleefd meisje die de broer gewoon voor laat gaan. Omdat hij een beetje haast had. Dan liggen ze dan, schatje. Was dat een meisje? Ja, maar weet je, het was lekker. Yes. Ik snap het maar. Het is voor haar natuurlijk ook fijn. Ik was de Johnny. Deze kan niet? Ja. Hallo. Oh, sorry. Hallo. Best voor best. Johnny, kan je er overnemen? Oh. Nog een nagelplan, alsjeblieft. Nee. Ga je maar voor. Ja! We're going. We gaan naar de baby's. Nou, we zijn een paar uurtjes verder. En we hebben de meiden gezien. We hebben de jongen gezien. En... we hebben een kraamvisite al gehad, omdat dat de ouders zijn geweest. Mijn zusje met de man is geweest. En Natas... Echt leuk dat ze kwamen. Ja. En Natas ligt nu aan het kolfapparaat, zoals jullie zien. Het kolfapparaat staat hier naast me. Maar we hebben ook nog een klein dingetje. Want we zijn nu in het AMC in Amsterdam. Maar we gaan overgeplaatst worden naar Alkmaar. En... aan de ene kant is dat niet heel erg, want dat is misschien iets dichterbij voor ons. Aan de andere kant weten we ook niet wat we daar moeten verwachten, want we zijn nog nooit in het ziekenhuis in Alkmaar geweest. Nee. En... maar het is eigenlijk alleen maar, zeg maar, omdat ze hier in het AMC kleinere kindjes... ja. Omdat ze nog kleinere kindjes hebben dan dat onze kindjes zijn. Ja. En het gaat gewoon hartstikke goed eigenlijk met de kindjes. En omdat het hier gewoon vol is, moeten we overgeplaatst worden. Dus dat het goed gaat met de kindjes, dat is uiteindelijk het belangrijkste. Het is nu alleen hopen dat ze voor mij plek hebben, want anders moet ik dus hier blijven. En gaan de kindjes naar Alkmaar. Ja, dat gebeurt per ambulance. Ik weet niet of ze alle drie dan tegelijk in dezelfde ambulance gaat, lijkt mij wel. Nou, de meisjes gingen in ieder geval zo snel mogelijk. De meisjes gaan inderdaad en, zo. En de jongen, die is even afwachten. Ja. Ik weet eigenlijk niet waar dat vanaf hangt. Kijk, zoals jullie zien is net als de buik al echt een stuk minder. En dat moet allemaal nog eventjes zijn plekje krijgen. Ja. Komt helemaal goed, schat. Ja. Maar... zal ik de foto's erbij pakken? Ja, die kunnen we laten zien. Kunnen de velders er wel bij pakken? Oh. Wat een spleetoog, hè? Dat is het, meestal. Dat is het jongen. Nee, ik ga niks zeggen. Nee, niet de naam. Dat is meisje nummer 1, die je net zag als meisje nummer 2. En dit is de jongen. Onze knappies. Ze zijn super goed gelukt. Ja. Ik denk dat we dat wel kunnen zeggen. Ja.
Iedereen zegt natuurlijk over zijn baby van, oh, een mooie baby, maar dit zijn eigenlijk wel echt hele mooie kindjes. Ja. En ze waren echt, als ze zagen er gewoon al helemaal af uit die kleine teennageltjes en die kleine vingertjes. Ja, was wel schattig, hè? Ja. Heeft wel een traantje gekost voor ons. Ja. Maar ik ga Natas even verder helpen en ik denk dat we verder vloggen in Alkmaar. Ja, ik hoop het eigenlijk, want ik hoop wel dat ze daar plek voor mij hebben. We gaan het zien.